Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel. Het is 28 augustus 2016. Ik wil het even hebben over het internationaal strafhof. De rechtszaak die gestart is tegen de Mali-terrorist Al-Mahdi. Hij wordt berecht voor het vernielen van erfgoed, werelderfgoed, Timbuktu. Hij bekent schuld. Waarom bekent hij schuld? Nou, 1, dat is zijn martelaarsdood. Hij wil die martelaarsrol internationaal hebben. En hij wil die rol hebben omdat hij natuurlijk uit Afrika komt en het internationaal strafhof alleen Afrikanen berecht. Dan is er nog iets heel anders aan de gang. En dat is, het internationaal strafhof helpt niet alleen het Nederlandse parlement bij het folteren en vermoorden van Hollanders, maar het ICC helpt ook het Mali-parlement bij het folteren en doden van burgers in Mali. Hij zit daar dus als een soort opgepoetste paal die de beste dag van zijn leven heeft. Die dader, die had heel anders berecht moeten worden om hem te bestraffen. Ten eerste het internationaal strafhof. Alle rechtszaken die gedraaid zijn vanaf mei 2007 zijn illegaal. Alle gerechtelijke uitspraken kunnen worden vernietigd. En dat komt doordat het ICC blijft liegen over een rechtszaak die ik gestart ben tegen Nederland, tegen de Nederlandse rechtspraak, omdat de rechtspraak op verzoek van het parlement, de koninklijke familie en de lobby dossiers weggooit van mensen die het lef hebben om een rechtszaak te starten tegen de minister-president, de minister, wegens schending van mensenrechten. Zolang je nog een rechtszaak kan starten in Nederland, waarin je kan stellen, de grondwet wordt niet uitgevoerd, het VN-verdrag en de mensenrechtenverdragen worden niet uitgevoerd, heb je als burger te maken met misdrijven tegen de menselijkheid. Maar als je dossier wordt weggegooid en je kan niet meer naar een rechtbank om jezelf te verdedigen, en dat dossier wordt dus weggegooid met als doel de elite de vrijheid te geven om dictator te zijn, ben je slachtoffer van een oorlogsmisdaad. Mijn rechtszaak tegen Nederland gaat dus over die oorlogsmisdaad. Ik leef alleen nog omdat er sinds 2008 een paar ambtenaren gekomen zijn die mij wel geld uitbetalen, maar geen rechten teruggeven. Ik heb dus nog steeds geen grondrechten. Ik kan nog altijd niet naar het stadhuis, niet naar de ombudsman, niet naar een advocaat, niet naar de rechter. Ik kan niets regelen. Ik kan geen bedrijf starten, ik kan geen schoonmaakbaantje aannemen, ik kan helemaal niets doen. Behalve dan wachten totdat het internationaal strafhof eens een keer bereid is te gaan werken als een intelligente rechtbank die het VN-verdrag en de mensenrechtenverdragen correct uitvoert. Nou, die situatie is bekend in Afrika. Ik heb die Afrikanen zelf het dossier toegestuurd jaren geleden. Dat is ook bekend bij de president van Mali. Dus dat betekent dat alle rechtszaken nep zijn, omdat het ICC weigert het folterverdrag te gebruiken tegen Nederland. Terwijl dat ding, ICC, gebouwd is in Den Haag. Wat je dus nu ziet, is dat het internationaal strafhof bezig is met zich te verdedigen tegen Desiree Stokkel, tegen mijn video's. Er staat een lulverhaal op de website. Er staat eigenlijk weinig op de website. Je hebt er niks aan. Het is gewoon een foldertje. En dan internationaal, ja, heeft het ICC een stem verloren. Ze kunnen namelijk nog wel rondreizen naar universiteiten en naar congressen en dergelijke. Maar daar weten de meeste deelnemers dat het ICC dus Europese leiders boven de wet houdt. Die Mali-rechtszaak had anders moeten worden afgehandeld. Het internationaal strafhof had eerst in de media moeten verklaren en op haar website dat ze een rechtszaak hebben tegen Nederland die met een schikking en schadevergoeding had moeten worden afgerond al in 2007, in 2008. Dan had het ICC moeten verklaren dat al die vredesmissies georganiseerd door de VN min of meer illegaal waren en dat er dus nu per land moet worden bekeken welk rechtssysteem het land nodig heeft om die illegaliteit op te heffen. En dat betekent dus ook dat nadat Nederland is opgeschoond, het ICC is opgeschoond, het parlement van Mali moet worden opgeschoond. Dus dat betekent dat elk parlement wereldwijd gewoon nu gedwongen het VN-verdrag en de mensenrechtenverdragen gaat toepassen. Dat kan. Ik heb een nieuwe grondwet geschreven voor de Republiek Nederland die dat regelt.
Fairtrade en Eco-grondwet. Ja, wat nu? Nou, die martelaar, die Al-Mahdi, die het Timbuktu-monument heeft vernietigd, die heeft de tijd van zijn leven. En als je dat wilt stoppen, als je die terroristen niet zo wilt verwennen, dan moet je dus gaan doen wat ik net heb uitgelegd. VN-verdrag, mensenrechtenverdragen. En dus de parlementen dwingen dat toe te passen.